Het inheemse platform ESAV en de organisaties Alchemia, Cities Renang en de Amazonepartij Suriname hebben vandaag een petitie aangeboden aan bisschop Karel Tjuni. De brief is aangenomen in de ontvangstkamer van de monsignor. De indieners willen via deze petitie aandacht vragen voor de grondenrechten van inheemsen in Suriname. Aan de bisschop is gevraagd het verzoekschrift verder te begeleiden naar Paus Franciscus. De petitie is een oproep aan de RK-kerk om de pauselijke boel intercetera nietig te verklaren of te herroepen. Paus Alexander legde in deze boel het fundament voor de verovering van de zogenaamde Nieuwe Wereld. Spanjaarden en Portugezen mochten deze nieuwe gebieden overnemen. Volgens de organisaties vormt deze boel nog steeds een belemmering voor de inheemsen die strijden voor hun grondenrechten, zegt Audrey Christiaan, voorzitter van het platform ESAF. U hoort ook René Artis, voorzitter van de Amazonepartij Suriname. 524 jaar na het uitvaardigen van de boel intercetera is de positie van de inheemse in Suriname nog niet verzekerd. In het bijzonder hun grondrechten. Zij hebben gestreden na deze periode tegen de bezetters, nadien tegen de koloniale staten en nog steeds wordt de strijd voortgezet. Vroeger werd men verjaagd middels geweld, misdaden, moorden, we hebben het net opgenoemd. En met geweer werd men dus van de gronden verjaagd. En dat werd dan gerechtvaardigd, onder andere middels een pauselijk boel dat in de 15e eeuw is uitgeroepen. Nu zijn we in de 21e eeuw. Wat zien we? In principe gebeurt nog steeds hetzelfde. De mensen worden nog steeds van hun gronden verjaagd, maar niet meer met een geweer, maar nu met een wetboek in de handen. Een wetboek die in de tijd is vastgesteld zonder betrokkenheid van de inheemse volken, zonder rekening te houden met de rechten, de rechten van de oorspronkelijke bewoners, en dat is tot nu toe nog niet gecorrigeerd. Bisschop Tjuni sprak vol lof over de petitie van de organisaties. Volgens hem is de boel intercetera een grove fout van de toenmalige paus. Hij hoopt daarom dat Paus Franciscus dit stuk zal herroepen. De grondenrechten van de inheemsen zijn volgens de bisschop duidelijk vastgelegd. Tjuni had ook een waarschuwing voor de organisaties. En ik ben bang dat door de politiek u waarschijnlijk uw handtekening gaat plaatsen onder minder dan u rechtmatig toekomt. En dat u uw handtekening gaat plaatsen onder iets dat minder zal geven dan de veroordeling die de Surinaamse staat heeft gehad in deze kwestie. En dat u dus nog scherper bij de staat van Suriname zou moeten aandringen dat zij het vonnis van het Inter-Amerikaans Hof naar letter en geest zal uitvoeren. En zoals u zelf ook al weet, loopt de staat Suriname al achter. RK-bisschop Karel Tjuni. Hij heeft vandaag een petitie in ontvangst genomen die doorgestuurd moet worden naar Paus Franciscus. De petitie is ingediend door de Amazonepartij Suriname, het inheemse platform ESAV en de organisaties Alchemia en Cities Renang.